Yo guys, Letch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder in Let's Play. We gaan verder in Minecraft UHC Season 3 Lost Kingdom. Dit is de tweede aflevering, iedereen leeft nog, dat is een primeur. Normaal is er meestal iemand wel dood in de eerste aflevering. Maar deze keer is dat niet spannend. Exciting. Ik zit erin. Oh, ik zit erin in dingen. Fuck, mindshift. Ja, maar ja, hier vind je wel niet echt veel die. Weet wel, omdat jij er zo graag in. Yo! Yes! Ik ga die string mee pakken. Ik ga hier string mee pakken. Maar wacht, ik hoor spiders. En je weet allemaal dat spiders. Ja, maar weet je, mijn tactiek voor dat hier te doen is gewoon een hangetje afblokken. En dan zorgen dat alles wat je al bent geweest. Weet je wat mijn tactiek is? Ik ga je dat laten doen en ik ga gewoon verder doen in mijn strip, man. Ik ga even terugkijken naar onze spullen. Ik moet best ook wel nog een keer een chestplate maken. Ah, we zouden ook wel lapis lazuli kunnen gebruiken eigenlijk. Ja, inderdaad. Iron? Nog ik dacht meer dat ik een diamond chestplate had gemaakt, maar dat zou okay. Een beetje raar zijn zonder diamonds. Voilà, ik heb full armor trouwens, dus de rest van... Ah, nice. Oké, ik heb... De rest van de iron is voor u. Holy shit, fast. We kunnen met minecarts travelen. Beetje om in de... creeper! Get me out of here! Dit wel trouwens al bijna een 0-0, denk ik, ja. Ik denk niet dat wij veel... Wij gaan niet veel last hebben van de border. Oeh, Simon is ook wel held verloren, precies. Of... Ah, ik heb nog een string, dus ik kan een boog maken. Ik zou eigenlijk u een string willen zien. Wat? En hier nog een beetje gold erbij. Inderdaad, steek het in de kist. Wat zit er daarin? 15 gold, wat kan ik... iron, kan ik in wat ik daar nog mee kan maken. Ah, zou je obsidian willen geven, trouwens? Ah ja, wacht, hè. Ja. Waar is die? Ik ga die hier in die kist steken. We kunnen hier van onze base maken, want tegen de border hier... Oeh, gaming teenager. Gaming teenager. Oei. Oeh, we are ready to rumble. Nee, want ze hebben lapis lazuli nodig. Ah. We are not ready to rumble. Nee. Oh mijn god, je raadt nooit... Oké, ik moet snel zijn. Wat heb je gevonden? Spanner. Ik zal u even aan doen. Shit, baby zombie. Oh. Ik heb het gelukkig hier nog op tijd kunnen afblokken. Hey, het is er wel. Oeh. Hoeveel geluk is dat, die kist? Dat ook een vent. Golden apple! Ja? Ja, het zit in. Oh, maar geen zadels, dat is wel jammer. En nog bij veel strings ook. Oké, we hebben wel een golden apple. Ik ga de spawner wel weghalen, gewoon. Ja, want dan. Het is niet dat we hier een farm gaan maken. Ah, wacht, moeten we die horse armor mee aan? Ja, misschien wel. Ah ja, okay. Volgens mij is hier een gigantische cave. Ja, nee, maar hier heb... Deze fout heb ik eens een keer gemaakt. Oeh, dat is gevaarlijk, Pieter. Ja, nou, wacht, maar we kunnen al langs hier al gaan. Holy shit. Ja, het was dus een zak iets dat ik ben dood. Hey, ik zie daar al werven gold. Ja. Ik stel voor, ik ga rechts in de ravine. Maar het zijn daar... Maar misschien moet het samen blijven. Dat als het te lastig wordt voor iemand, dan wordt aangevallen of zo dan. Eigenlijk is dit heel gevaarlijk wat we doen. Ja, met al die lava, ja. Liggen daar arrows, zie ik dat liggen? Oké. Nu zijn we denk ik... Ah nee, we zijn toch niet. Ik heb hier... Gold. Gold. Ja, nice. Daar is ook gold. Daar hebben we geen appels, dat sukt wel. Beetje. Nee, inderdaad. Oké. Oh, baby zombie. Twee! Huh? Au, achter mij! Die fight niet jou allemaal, sorry. Oh, ja, voilà. Fucking shit, man. Hoeveel leven ben je verloren? Één hartje. We hebben wel lapis hier. We moeten wel nog de weg terugvinden, want al onze ja, shit... Ja, ik heb een fotografisch... Ik heb dat niet, maar ik weet wel de weg terug. Oh, fucking shit. Ah, hartje kwijt. Maar ja, laat het eerlijk zijn, twee zombiebabies is vrij unlucky wel. Dan is eigenlijk één hartje weg zelfs nog vrij goed gespeeld. Mm-hmm. Ja. Ja, gaming teenager zit op de helft van zijn leven. Ai. Diamond! Hoe heb je dat nog niet gezien? Waar? Rustig, waar? Daar. Oké, okay, maar... Ja, er zit er wel een creeper. Maar, wacht, ja, maar we gaan er niet... Oh, wacht, maar dat gaat in de lava vallen. Het je ever hear that... Oké, wacht. Ik ga als eerste... Oh, wacht, ik heb water. Ik heb weer een waterbucket, wat? Dat had je wel eerder kunnen zeggen, eigenlijk. Bereid van die lava, laat eerst die lava. Ja. Oké.
Kijk, kijk, licht dat hierop. Licht dat hierop. Ik heb hier met even alles in de licht aan het gooien. Ik ben die diamonds aan het... Oh, het zijn nog redelijk veel diamonds. Yes. Ja? Het zijn er 8 of zo, denk ik. Hoe gaat de rest? Ik vraag me af of er iemand... Ah, dan zouden we niet naar de Nether kijken. Ja, wel, dat vraag ik mij ook af. Dat gaat, want ik heb de Nether staan. Ja, we hebben diamond pickaxe voor hier op zitten. En ik heb flint. Oeh. Voor dit, maar daar staan er wel 2 creepers te wachten. Waarbij misschien moeten we ook al wat buckets gaan maken. Hey, je hebt hier zelf gold skipped, ik had dat niet pakken. Ja, sorry, ik was echt zo snel door al... Ah, deze was ik aan het zoeken. Mijn inventory. Oeh, een name tag. Wauw, daar zijn we veel mee. Best, ja, en gold? Hebben. Ja, met name tag kun je toch leuke dingen doen. Zo je paard, dat zo. Name. Ah ja. Tue oe. Het je... Hier beneden. Tue oe, oké, sorry. Ik zie jouw name tag niet. Ik was aan het sneaken. Ah, ja. Oh, maar dat bent toch wel een grapje. Ik heb trouwens 7 diamonds. Maar niet iedereen heeft... Ah! Ah! Ja. Ah! Wat gebeurt er? Had je... Lava, ik zweer het. Huh? Ah, maar door de lijk kwam dat er niet. Holy shit, dat is wel lucky. Die paniek, holy fuck. I did not see that coming. Oké, okay, zouden we niet teruggaan naar waar dat we komen? Al onze shit van al. Maar ligt daar eigenlijk nog veel shit van ons? Alles en de furnace is er hier. Nou, okay. Iron en gold en al. Ja, dat is goed. Hoeveel gold? Ik heb wel 30 iron mee, dus dat is wel meer dan genoeg, denk ik. Ah, wacht. Ik zal een keer die iron van mij ook aan jou geven. Dan heb ik weer een plaats voor ding te staan. Voilà. Heb je gold ook? Oh! Gaming SV was slain by Sura. Holy shit. Holy shit. Ik verschot me eigenlijk echt wel dood. Ik ga mijn geluid een klein beetje... Hij is werelddood in de tweede aflevering. Oh. Ik verschoot mij echt, ik dacht dat het al gebeurd is. Oh, no! Double kill, het eerste team is double dood! Zie wel! I called it! Oh mijn god. I called it. Wat erg. Diamonds! Nog, vooruit van die lava, ik ga die keer blokken. Oh, rippe fucking rhino's. Oh, vooruit die... Ja, rustig. Sorry. Oh mijn god. Auw, fuck. Help. Die is op mij gefocust. Ja, wacht, ik ga van de andere kant komen. Ja, die is dood. Ah, fuck, voilà. Ik moet... Ja. Moet je golden apple? Shout F. Ah, fuck, ik kan dat niet doen. Oh mijn god, ripperino's. Ja, zal jij die gold daar rollen pakken misschien, trouwens? Waar? Ah, ja. En dan ga ik al de weg terugzoeken, weet. Call dit. Ja. En dan wordt het tijd dat we alles eens een keer gaan enchanten. Oké, okay, ik heb de tunnel gevonden. Ja, ik ben er. Oh, er staan hier zombies te wachten aan die... Hoe dat ik dat heb afgesloten, holy shit. Oké, wacht, hoeveel diamonds hebben we? Situatie. 14. Oké, wat kunnen we daarmee doen? Sowieso al 2 diamond swords. Ja. En zeker enchant, dat heb je al. Okay. En misschien iemand een chestplate om de andere af te schrikken. En dan die 2 andere diamonds gewoon bijhouden. Wat denk je daarvan? Ja, ik denk dat goed is, ja. Moet ik nog 2 diamond pickaxe? Dat is ook veranderlijk. Ik heb weer 18, 19 iron. Oké, okay, voilà. Ik wil ook wel die achievement hebben. Ik vertrouw die tunnels wel niet, jongen. Als er ineens iemand in mijn tunnel staat, dat heb ik echt wel... Dat ik eens een keer had op Hypixel. Oké, we hebben redelijk hier, uw diamond sword en jij krijgt de chestplate. Ik geef het aan u, omdat jij het meeste held hebt. Ja, en jij bent de grootste hoop. Waar is die? Ik heb hem op. Okay. Misschien zou je ook wat buckets willen maken? Yes. Hoeveel? Ja, 1 voor lava en 1 voor water. Ja. Oh, oké, daar is een skeleton. Ik trek mij terug. Ah, hier heb ik diamond ores. Of, nee. Lapis. Nee, dat is eigenlijk gold. Ah. Voilà. Ja, ik ga mij niet te ver manoeuvreren in deze cave, hoor, want ik wil geen onnodige risico's. We kunnen trouwens ook bedden maken, ik heb daar wol voor. Dan, Ah, ja. En wat zullen we dan mee met bedden? Dat er geen phantoms op ons afkomen, dat zijn we ermee. Ik stel voor dat we die stripmine gewoon voortdoen, want ik vertrouw daar niet meer hard in. Wacht, waar moet ik? Hier is normaal, ja. Ik ga voortstripminen. Ja, anders moet ik hier niet gewoon, kan ik hier niet gewoon al die ovens en al achterlaten en gewoon die enchantment table meepakken. Ja, dat is ook goed.
Wat, die kist met dat ene boek, hebben we dat nog nodig, dat ene boek? Nee, ik heb een kistje, die al gepakt. Nee, gepakt. Dat ene boek zit in. Ah ja, nee, die mocht je wel meepakken, dat is wel handig. Oké, okay. Ik stel voor dat we even... Ja. Oh, einde van de tweede aflevering. Jee, boys, dit was voor deze... Ah ja, doe jij nu de outro, dat is wel een leuk idee. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mensen, vonden jullie het al leuk tot hier toe? Like dan zeker. Check ook zeker de video's van Wouter. En van de andere. En van de andere natuurlijk. En ja, tot de volgende. Ciao.